Ach, fuck it, mensen. We gaan gewoon lekker onze mesh level 1 enchanten. Ik weet niet eens wat goed is, dus mocht jij weten wat wel goed is om hierop te enchanten, laat het dus vooral voor achter in de reacties. Want dan weet ik in ieder geval wat goed is om te gaan doen. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Sky Factory. We gaan vandaag weer lekker verder. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk wel eens even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw abonneer? Welkom. We hebben natuurlijk allemaal gisteren kunnen zien hoe wij natuurlijk hier weer bezig zijn geweest om hier allemaal glas te laten om te smelten. Dat moet natuurlijk nog wel even bezig gaan, maar goed, het gaat behoorlijk snel, want we hebben er hier inmiddels 16 staan. Dus dat is in ieder geval super chill. Ondertussen hebben we hier natuurlijk nog wat dingen in de smelter waar we gaan eruit kunnen gaan vissen. En in één keer zag ik in de reactie een reactie voorbij komen van ik dacht van... Oh mijn god, waarom heb ik dat inderdaad niet eerder gedaan? Nu hoor ik je denken van... Duffy, misschien hoor ik je denken, weet je, van Duffy, waar heb je het in godsnaam over? En dat is hetgene van... Waarom kan ik het bloed trouwens eruit tappen? Nee, hoe ga ik dat bloed eruit krijgen? Fuck. Als ik dit, wacht, misschien zou ik bloed bovenaan zitten met een emmer. Duffy, waarom enchant je je meshes niet? Of in ieder geval, je moet je mesh enchanten, want dat is goed dit en dat. Ik zat van, wait a second, waarom heb ik dat nooit eerder gedaan? Om eventjes dus mijn meshes te gaan enchanten. Dit kan dus ook niet. Dat ik zat van, hé, dat had ik gewoon veel eerder moeten doen natuurlijk. Dus dat gaan we in ieder geval nog even doen. Tot nu ondertussen, ik weet niet hoe ik dit weg ga krijgen, though. Laten we eerst anders even, we gaan eerst even alle lead eruit halen. Of led moet ik sorry led. En dan gaan we denk ik gewoon even een keer dat ding slopen. Dan is denk ik ook en ik alles weg, maar dat zien we dan wel. Dat doet er voor de rest allemaal niet toe. Hier hebben we ondertussen ook al flink wat lava. Dat pakken we even eruit, doen we eventjes één keer een lava bucket hier erin. There we go, zit dat helemaal vol bijna dan. Kan ik hier dus nu dan nog één bij instoppen? Waarschijnlijk weer niet zeker. Nee, we gaan weer lopen, moeilijk lopen doen. Kan ik dit hier instoppen? Nee, ook weer niet. Nou, douwen we dit hier maar weer even in, zo. Oh nee, nu heb ik mijn... Oh nee. Nu heb ik mijn oor hier ingedouwd. Oh nee. Hier staat hij. Oké, mooi zo. Goed, maar nu douwen we dit weer even zo. We gaan dus in ieder geval vandaag natuurlijk verder mensen met natuurlijk het maken van de solar panels. Om natuurlijk de basic capacitator groter te maken. Voor de capacitator bank of... Badbox, hoe je het ook wil noemen. Daarvoor hebben we natuurlijk ook solar panels 3 nodig om die op te laden. We hebben natuurlijk hier al heel veel dingen in zitten om natuurlijk alles automatisch te maken. Maar voordat we dat dus allemaal gaan doen, gaan we dus nu eens even hier onze mesh enchanten. Omdat natuurlijk wel een super goede tip is die werd achtergelaten. We hebben hier dus nu een iron mesh in zitten. Dat is gewoon deze, right? Even kijken. Ja, dat is gewoon deze. Hoewel, ik heb niet heel erg veel levels. Ik moet heel veel gaan kijken hoe dat uiteindelijk gaat uitpakken. Soulbound efficiëntie. Ik moet dus heel veel gaan kijken hoe dat gaat uitpakken. Want ik weet dus nu op dit moment niet. Terwijl ik mijn mesh kwijt. Oh, die ligt hier op de grond. Ik weet dus op dit moment niet. wat goed is en wat je hier allemaal op kan krijgen, om zo maar te zeggen. Want kan je dit bijvoorbeeld ook enchanten? Nee, dat kan dan weer niet. Kan je dit ding enchanten? Ja, dat kan dan weer wel. Maar, oh, wat zagen er net mensen? XP boost, what the fuck. Maar dat is even het probleem. Hoe ga ik nu aan XP komen? Want ik heb vrijwel geen XP. En dat is toch wel jammer. Want als ik hierin ga kijken... Oh, rustig aan. Als ik hierin ga kijken... Ik heb hier ook geen XP in zitten. Heb je van zo'n XP groen... Ja, kijk je wel van dit soort dingen. Toen dacht ik al wel. XP, nee, XP upgrade? Nee. XP bank. Volgens mij is dat wat ik bedoel. Dat je zo'n XP bank hebt. Denk ik. In ieder geval. Is. Maar... Dat, nou ja. de mensen, doet er nu niet toe. In ieder geval bedankt voor het melden. Maar ja, we gaan dan gewoon level 1 enchanten of iets. Ach, fuck it mensen. We gaan gewoon lekker onze mesh level 1 enchanten. Ik weet niet eens wat goed is. Dus mocht jij weten wat wel goed is om hierop te enchanten, laat het dus vooral voor achter in de reacties. Want dan weet ik in ieder geval wat goed is om te gaan doen. We hebben in ieder geval nu wel efficiëntie erop zitten. Dus dat moet dan al sneller gaan, right? Of in ieder geval beter gaan. In ieder geval iets in die trend. So, there we go. Of anders 7 weet ik het ook allemaal. In ieder geval, die hebben we erin zitten. Dankjewel daarvoor alvast. Hoe gaat die verder? Allemaal goed. Toppie. Pakken we dit snel eruit. Dan gaan we nog even één keer naar kijken. We hebben nu nog 1 ingot en 12 bloks. Toppie. En dan gaan we nu dus bezig met het maken dus nog van extra solar panels. Oh, wat doe jij hier? Even serieus? Wat doe jij hier? Ik heb geen idee hoe een diamond kip hier komt, maar die moet hier wel daar. Oh, voor de mensen trouwens heb ik gisteren niet meer laten zien wat ik buiten opname staan. Ik heb de glaskip hier allemaal in zitten. Just saying. Dan weten we dat ook allemaal, dat die daarin zitten. Er lopen hier nog wel wat meer kippen rond. Ja, wat ik zei, die glitchen volgens mij gewoon af en toe eruit. Dat zei ik voor mij gisteren ook al. Af en toe glitchen die volgens mij eruit. En
Niet dat dat een heel erg big deal is, maar het moet niet te veel gebeuren. Goed, wij gaan door met de boel te fixen, want we hebben alweer tijd genoeg verspeeld met eigenlijk vrijwel onnodige dingen te doen. We laden even snel onze jetpack een beetje op, zodat we hier weer wat meer mee kunnen doen. Dan waren we dus bezig met het maken van solar panels, want we hebben hier dus nu solar panel 1. Moeten we natuurlijk even solar. We hebben natuurlijk solar panel 1, we moeten natuurlijk 2 maken, daar hebben we natuurlijk ook al 8 van. Maar van die 8 kunnen wij dus op het moment maar 4 solar panels 3 maken. Aan de andere kant... Ja, nee, ja, ik wil ze misschien... uiteindelijk wil ik natuurlijk wel gewoon solar panels 4 hebben. Want natuurlijk... Wacht even, hier gaat... Zo, 2 miljoen. Ja, kijk het verschil. Ja, dacht ik al wel. Ik denk mensen dat als wij 3 keer solar panels 4 maken... Dus ik bedoel, 3 keer dit hele recept te maken... Kortom, we totaal 6 er hebben, dat we dus... 1 grote hebben, dit noem ik zo maar even 1 grote. Ik denk dat we dan pas genoeg hebben qua stroom om het op te laden. En dan kan ik je denken van durfens overkill. Ja, maar uiteindelijk hebben we natuurlijk ook nog stroom nodig voor andere dingen. Dus in dat geval is het dan weer geen overkill. Dus met de blik op dat heb ik zoiets van oké, we moeten gewoon even flink door met het fixen van solar panels. En dat gaat ons de komende tijd niet heel veel werk kosten, want we hebben alle supplies. Goed, solar panels, dat zijn deze. Wat missen we hiervoor? We hebben niet zo heel veel hout op het moment. Maar goed, waarom kan ik missing items? Waarom laat je niet zien wat ik mis dan? Ik mis natuurlijk gewoon mirrors, tuurlijk. Dat is geen wat ik mis. We hebben nu een hele stack ervan gemaakt, zo. Kan ik nu wel weer op klikken? Ja, toppie. Maar we kunnen nu maar 3 maken, want ik heb dus weer geen hout. Struggles. Welkom bij de Struggles met Duffy. Waarin Duffy struggelt met het verzamelen van bepaalde producten. In dit geval is het hout. Wie had dat gedacht, dat je ooit een houttekort zou hebben? Nou, Duffy in ieder geval niet. Ondertussen moeten we dit ook lekker door laten gaan. Des te eerder we dat bloed er ook eruit kunnen zien te filteren. Hierin dit en klik. We kunnen er weer 18 bij bouwen. Toppie. Hebben we nog pistons? Ja, dan kunnen we meteen deze aan klikken en zo. En hebben we er weer 3 bij alweer. Nice. Dan klikken we nou weer deze aan. En dan moeten we nou hout wederom hebben. Wauw. Mensen moeten denk ik soms legit even nu een boom gaan neerflikkeren. En hem even kapot twerken. En dan hem omhakken. Want we hebben het gewoon nodig. We hebben het gewoon nodig. En dan hoor ik je bijna denken van... Wie had dat gedacht? Van genoeg alles naar niks hebben, kappa. We gaan gewoon even een enorme jungle tree maken natuurlijk. En dan doen we gewoon... letterlijk denk ik gewoon even hoppatee. Ja, weet je, en die leaves daarboven in die boom. I cannot really care about it. Zeg heel eerlijk, ik kan me echt niet zo heel veel erom care op het moment. We hebben gewoon nu hout nodig, dus dat verzamelen dan ook maar gewoon. Oké, dat is pretty fucked up hoe het eruit ziet daarboven, maar I don't give a damn. Goed, dan gooi je eventjes wat troep op de grond. Gooi je heel veel wat troep op de grond, zoals ik al zei. Zo. Gooi je dit ook weer weg. Ja, we hebben op dit moment een hele volle inventory, ik weet het, maar dat hebben we gewoon nu even nodig. We hebben het gewoon even nodig. Zo. En missing items, waarschijnlijk mirrors, right? Ja, dat zal wel weer. Solar panels 2, we kunnen er nog weer 2 bij maken. There we go. We zijn er toch alweer 2 bij. En dan moet ik nou wel even gaan kijken om wat dan. We hebben inmiddels nu 13 solar panels. Toen ik er net 8 had, kon ik. Wat als er 2 maken, maar we moeten nog meer maken. Want we moeten uiteindelijk deze maken. Oké, dan moeten we dus nu eerst nog even weer wat van deze gaan... Wat heb ik nu hier dan? Ik heb geen iron of glass. Ik heb toch alles gewoon daarvoor? Recipe is not 2x2, wat? Komt dat ik geen infspots heb misschien? Is dat het? Is dat dan zo moeilijk overlopen te doen? Ik bedoel, dat zou ook kunnen. Dat zou denk ik zijn geweest inderdaad, dat ik niet genoeg infspots heb. Nou goed, maakt het helemaal niet uit. Er zijn nog wel 18 erbij, dankjewel. Ik zat net ook te bedenken van, shit, hoe ga ik nu in godsnaam boven bij die boom komen? Totdat ik me besefte, Duffy, je hebt een jetpack. Dus je kan gewoon naar boven vliegen. Oh, wat slecht. Oh, wat slecht. Oh, ik had hier echt niet over nagedacht. Oh, het maakt helemaal niet uit, mensen. Kan gebeuren, zeggen we dan. Kan gebeuren. Oh, maar wat erg dit, zeg. Ik dacht echt van, shit, I fucked up. Nope, you did not. Het is zo makkelijk nu. Nou ja, goed, maakt helemaal niet uit, mensen. Dat soort dingen, dat gebeurt ook wel eens af en toe, weet je. Ik gewoon even denk van, wait, hoe wil ik dit godsnaam gaan doen? Oh, wacht, ik kan vliegen, tuurlijk. Hout doen we lekker terug, die doen we ook lekker terug. Zo, goed, even kijken. We hebben nu inmiddels nog 24 van deze. Dan kunnen we dus deze doen en we hebben er nog 3 bij kunnen maken. We hebben er inmiddels 16, dat is goed. Want dan hebben we tenminste even een mooi rond getal. Dus doe dit ervan hier bovenin flikkeren. Hebben we een klein beetje orde van, oké, wat hebben we allemaal bij ons, wat hebben we niet. Goed, we hebben dus nu 16 solar panels 2. Met die 16 solar panels 2 kunnen we flink wat solar panels 3 maken. We moeten daarvoor eerst nu bezig gaan met het maken dus van mirrors. Goed, we hebben daar dus... ook wat van nodig. 1, 2, 3 per ding.
Laten we er eerst even 6 maken. I'm not sure hoeveel we er namelijk gaan maken. En ik vind het zonde om dadelijk te veel van alles te maken. Wat is dit? Dit is gewoon een block of iron. Oké, dat boeit verder niet. En redstone repeaters. En dat was dus de reden, mensen, waarom ik in één keer herinner. De V gebruikt nog niet al je smoothstone. Want je hebt volgens mij nog een keertje ergens voor nodig. En ja hoor, we hebben het gewoon nog een keer nodig ook. Top. Oké. Dan maken we hier even redstone toortjes van. Maken we er gewoon even 11, want ja, dat komt lekker uit qua getal, not. Maar goed. Maken we hier even 5 van, zo. En dan block of iron, oké. 7 daarvan in eerste instantie. Dan klikken we nou deze aan. En doen we nou shift. En dan kijk aan, mensen. Solar panel 3, solar panel 3. Toppie. Dat hebben we alvast in de pocket. Maar dan hebben we dus nog genoeg over voor nog 2 erbij te maken. Right? Of zeg ik het nou verkeerd? Nee, dat klopt. Oké. Wat missen we dan nu hiervoor? Mirrors, dacht ik alleen maar. Goed. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toppie. Oké. Dan klikken we nou hier weer op. En bam. En hoppatee. Oké. Alle solar panels die we dus zojuist hebben gemaakt zijn inmiddels op. En zijn dus nu allemaal solar panels 3 geworden. Maar van deze kunnen wij dus nu weer solar panels 4 gaan maken. En om die dus te kunnen gaan maken hebben we dus alleen al 4 solar panels 3 nodig. Dus dat betekent we kunnen nu 2 solar panels al maken. 2 solar panels 4. En ik wou dat we nou 3 hebben. We hebben natuurlijk ook nog solar panels hier op de grond liggen. Welke zijn die? Dit zijn solar panels 3 ook nog eens een keer. Maar daar komen we dus nu nog 2 van tekort. Keep in mind, mensen. Kan je niet meer opblijven met mijn logica. Het komt allemaal goed, want ik heb alles onder controle. Dat betekent dus, we moeten nog 1 keer dit gaan maken. Dat betekent, we moeten nog 2 keer solar panels. We moeten dus totaal nog 4 solar panels van deze hebben. Dat betekent, we moeten dus nu nog veel van die maken. Dat valt op zich reuze mee. Goed, mensen, daar gaan we dan. We missen daar hout voor. Aha, hout. Nou, kijk eens aan. Daar hebben we hout. Dan moeten wij er hier 13. Kunnen we nog meer maken? Wat missen we nu? Missing items. Waarschijnlijk mirrors, right? Ja, we missen weer mirrors. Oké. Gelukkig hebben we genoeg glas wat dat betreft. Want oh. Zo. Oké, waarschijnlijk veel te veel gemaakt, mensen. Maar dat is voor nu totaal niet boeiend. 1, 2, 3, 4. Nou, dat valt op zich reuze mee. Hoeveel opzichten veel hebben gemaakt? Daar schrik ik bijna van. Wauw. Ik maak de rest ook even op. En waarom denk je dan misschien van Duf, waarom zou je dat godsnaam doen? Vrij simpel. Als we die shit toch hebben, kunnen we natuurlijk alleen maar meer dingen erbij aanleggen. Dat is natuurlijk alleen maar makkelijker wat dat betreft. Dan klikken we nu deze aan. We moeten dit natuurlijk nog even maken. 1, 2, 3. Zo. En dan als het goed is, kunnen wij nu die ene nog even bijbouwen. There we go. Zo. En dan hebben we dus nu hier natuurlijk ook nog deze op de grond liggen. Dus deze kan ik even pakken. En deze kunnen we verpakken. Wat we dan heel even nu doen is, want we hebben dit nu hier natuurlijk toch over. Want dit gaan we nu heel veel niet gebruiken. Dan leggen we deze even hier aan. En dan leggen we deze eventjes, gewoon even hier aan. Dat maakt op zich ook helemaal geen enkele fuck uit. Doen we de achterkant ook zo van. Dat is een input en dat staat ook al op een input toppie. Goed, dan wordt het in ieder geval ook van 2 kanten opgeladen. Maar ik zeg, het boeit op zich helemaal op het moment niet, want het zit toch vol. En wat we dan nu kunnen gaan doen is, aangezien we dus natuurlijk nu... Oh, wacht, die zijn charge. Moet ik dat leegmaken of zo? Kan ik dat leegmaken? Hoe leeg ik dit? Kan ik dit... Hoe... Hoe laat ik dit leeglopen? Misschien op deze manier, dat ik zo heb van, als ik dit nu hier tegenaan zit. Hij laat nu op. Nee. Niet opladen. Als je dat ding meteen... Oh. Oh, wacht, hij is nu weer getje... Wacht. Charge 14. Wacht, misschien als hij geen zonlicht krijgt, dat hij dan leeg is. Mensen, ik ben gewoon dingen aan het proberen. Want ik bedoel, ik heb geen idee hoe dit voor de rest werkt. Hij heeft nu een nul charge. Oké, dat is op zich goed, maar dat is nog niet helemaal goed, want hij is dus al een keer gebruikt. Ik weet dus nu niet... Deze is nog een 42 charge. Ik weet dus nu niet of wij dit nog wel samen kunnen gebruiken met dit om uiteindelijk dus de solar panels te maken. Terwijl we hier in één keer een soul cent krijgen. Wat zijn jullie in godsnaam aan het doen, jongens? Kom hier. Ik weet dus niet of dat gaat werken. Maar goed, daar zullen we dan, I guess, morgen achter gaan komen of dat uiteindelijk dan nog gaat werken. Ik ga ervan uit van wel, want waarom niet? Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, I don't know. De planning dus voor morgen, mensen, is als volgt. We gaan dus morgen dit soort gekke shit maken. Om dus uiteindelijk solar panels 4 te maken. Daar gaan we dus ook achter komen. Wat is dit eigenlijk? Block of iron en een klok. Oké, dat kan ook wel. Daar gaan we dus ook achter komen of dit ding werkt. Zo niet, dan... I don't know. Maar
We gaan ons best doen. Dat is eigenlijk alles wat ik kan zeggen. We gaan ons best doen. We gaan het voor de rest allemaal wel zien. En dan hebben we ook morgen onze Tinker Construction leeg. Dan is in ieder geval kunnen we hem even kapot maken. Of in ieder geval hier even iets uitslopen. Dat in ieder geval het bloed, hoop ik, dan weg is. Laat dus ook vooral nog even achter in reacties. Wat goed is om te echant natuurlijk voor op je mesh allemaal. En dan denk ik dat wij toch wel een hele decent aflevering hebben weten te fixen. Door behoorlijk veel dingen te doen. Denk ik dan zo. Want wat ik hier ook al zie, even met een scheef oog, zie er al klei in zitten voor wat we voor morgen nodig hebben. Dat is ook wel nice. Dus dat ziet er ook wel weer goed uit. Ik denk dat het morgen goed moet gaan komen dat we dan solar panels 4 kunnen maken. Wat ik zeg, dit wat nu over is. Uiteindelijk ga je die shit toch upgraden misschien wel naar iets als dit. Weet je, ik bedoel gewoon voor de... Oké, Ender Dragon Egg. Misschien naar dit. Weet je wel? You never know. Maar dat is allemaal niet boeiend voor nu. Voor nu mensen, enorm bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Sky Factory. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het in ieder geval maar dat duimpje omhoog aan klikken. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom. En mensen, tot morgen.